Today. Regering continu bezig met huisvestingsvraagstukken. Minister Lekram Sojan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer zegt dat de regering onder leiding van president Desiree Boutersen zich voortdurend inzet voor oplossing van het huisvestingsvraagstuk. De regering is continu en elke dag bezig om na te gaan hoe wij die achterstand kunnen inlopen, zegt de minister. Hij doelt hiermee op het inlopen van achterstanden bij het afhandelen van grondaanvragen van burgers. Minister Sojan noemt verder huizenbouw en verkavelingsprojecten die bijkans elke dag aan de orde zijn op regeringsniveau. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.